elke maand nieuw speelgoed om mee te spelen. Welk kind wil dat nou niet? De Spelosaurus in Beuningen is een bibliotheek voor speelgoed. Een waar speelparadijs waar voor elke leeftijd wel een leuk spel te vinden is. Een groot succes, want ze bestaan inmiddels al 5 jaar. Het is niet alleen leuk, maar ook duurzaam en fijn voor de portemonnee. Speelgoed lenen in plaats van nieuw kopen. Voor slechts een paar tientjes per jaar kan een lid elke 4 weken speelgoed komen lenen. Van een pop tot een moeilijke puzzel, de Spelosaurus biedt een grote variatie aan speelgoed. Mensen die hier binnenkomen zeggen, wauw, wat hebben jullie veel. En de meeste mensen komen in eerste instantie om speelgoed voor hun kinderen uit te zoeken. En dan zien ze wat voor leuke dingen we allemaal voor volwassenen hebben. En dan gaat dat ook mee naar huis. Want de Spelotheek biedt niet alleen speelgoed voor jonge kinderen. Ook volwassenen kunnen hier leuke spellen vinden. We hebben ook een heel groot assortiment met volwassenen speelgoed. En dat zijn eigenlijk vooral heel veel bordspellen. En die spelen we ook wel vaak. Er wordt 1 keer in de maand op donderdagavond... Kan je ook bij ons komen om de spellen te testen en dan gaan we ze met z'n allen ontdekken. Een ouderwets gezellige spelletjesavond. Het is niet de enige activiteit die de Spelotheek organiseert. We organiseren ook diverse activiteiten en daarmee willen we ook echt een soort verbindende plek zijn in de gemeente Beuningen voor mensen met kinderen en voor spellenliefhebbende volwassenen. We hebben wekelijks een peuterspeelochtend met een leuke activiteit die wordt georganiseerd. Elke 2 weken in de wintermaanden is er een knutselclub. Eens per maand een spellenmiddag voor hoogbegaafde kinderen. Dit zijn de smart games en die worden vooral veel geleend voor kinderen die een ontwikkelingsvoorsprong hebben of hoogbegaafd zijn. Dat zijn een beetje spelletjes die een beetje extra uitdaging geven. Een beetje soort puzzeltjes zijn het eigenlijk. En dit is er eentje voor... Die ze alleen kunnen spelen. En deze die kan je ook met meerdere mensen spelen. De Spelotheek biedt dus ook speelgoed voor speciale doelgroepen. Want voor deze kinderen is vaak maar een klein aanbod en het speelgoed is erg duur. Dus dit is echt mooi houten speelgoed. En dat is echt voor kinderen die een beperking hebben in enige wijze. En dan zie je dit soort dingen die echt sensorisch prikkelen wel. En dit is net wat hoogwaardiger, waardoor het echt niet kapot kan gaan. En het is vooral ook belangrijk, want het is heel duur speelgoed. Dus dat is voor die ouders vaak niet goed te betalen. Dus dan is het fijn dat ze het hier kunnen lenen. Goed voor de portemonnee, maar voor veel ouders is duurzaamheid ook een belangrijke reden om lid te zijn. Want er is al zoveel speelgoed in de wereld en kinderen groeien heel gauw uit speelgoed. Ze vinden iets leuk en 2 maanden later ligt het in de kast en wordt er nooit meer mee gespeeld. En dat is zonde. Kasten liggen vol, zolders liggen vol. Dus het ruimt lekker op om lid te zijn van de Spelotheek. En het is beter voor het milieu en voor de portemonnee.